Hallo allemaal, welkom terug op het YouTube kanaal van Crypto Benelux. Mijn naam is Sjoerd van Dongen. Ik heb vandaag weer een Bitcoin update voor jullie. Zoals gewoonlijk is het geen financieel advies wat ik geef in deze video's, maar zijn ze enkel bedoeld voor educatieve doeleindes. En probeer ik jullie ook inderdaad echt wel wat educatiefs mee te geven tijdens de video's. Daarnaast hebben we nog even een sponsorberichtje zoals jullie gewend zijn van ons. En ja, na het sponsorberichtje zullen we direct beginnen met de chart. Dus ik zie jullie graag zo terug. This video is sponsored by Probit Global. Mocht je interesse hebben om op Probit te gaan traden, dan kan je probit.com bezoeken. En dan kom je hier op de homepage terecht. Ja, Probit is een top 20 exchange waarbij je meer dan 500 trading pairs kan traden. Nou, dan heb ik hier de chart van Bitcoin voor me. Als eerste even de daggrafiek erbij gehaald met het overzichtsplaatje. Dat jullie een beetje de context zien van de beweging van Bitcoin op dit moment. Dus beweging op dit moment is hier. Dus dan zie je eigenlijk dat er nog heel wat levels te behalen zijn. Voordat we weer kunnen zeggen dat we in een upmove zijn. Dus dat is even het eerste dingetje wat ik aan wil halen. We zijn nog niet uit de neergaande trend gebroken. Dus tot nu toe moeten we gewoon even rustig aanwachten wat de koers gaat doen. Nou, zoals je ook hier ziet op de 3 dag grafiek even wat uitgezoomd. Die downtrend is nog lang niet over. Die is nog niet voorbij. Ja, diagonale tekenen, je weet het. Het is nooit mijn fijnste manier van werken. Maar je zou kunnen kijken naar de diagonale als die daar doorheen breekt. Nou, dat is voor de mensen die daarnaar willen kijken prima. Je kijkt zelf eigenlijk voornamelijk naar de horizontale lijnen. En het breken van support en resistance. Dus uiteindelijk moet Bitcoin een resistance breken, dus een weerstandsgebied breken zoals deze blauwe. Of de support resistance lijnen breken en als support maken om weer een volgend level omhoog te kunnen gaan. Als je het op per levels kijkt, is het ook allemaal wat minder spannend en wat minder heftig. Dan hoef je tussendoor ook niet te veel keuzes te maken. Je maakt gewoon keuze op het moment dat er een level gebroken wordt of dat je op een level een rejection krijgt. En daaruit kan je gewoon rustig gaan traden. Dus op dit moment nog steeds zitten we nog steeds in een downtrend. En daar zijn we voorlopig nog niet uit. Daar moet eerst nog heel wat voor gebeuren. Als we even kijken naar het huidige moment. En je ziet dat, zoals vorige week al aangaf, dat we een dubbele bodem aan het maken waren. Ik had eigenlijk verwacht dat hij nog wat dieper zou testen. Heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Maar hij heeft wel een reactie gehad dus op deze dubbele bodem. Het is toch nog wat voldoende volume gevuld. Waardoor hij nu dus de weg naar boven aan het vervolgen is en al een aantal percentages stijging heeft meegemaakt. Mooi is om aan te geven is dat hij gisteren bij het sluiten van de candle zijn structure heeft gebroken. Dus hij heeft deze high gebroken. Je hebt een downtrend gehad, een correctie naar boven. Dit is dan je weerstand en daar is hij nu dus doorheen gebroken. Dus dit zou een mooie plek zijn die hij als lokale support gaat maken. Ik zeg ook lokale support, omdat dat puur voor dit moment nog geldt. Een echte sterke support om de weg verder naar boven te kunnen vervolgen is die 23.850. Als hij die weet te breken en als support weet te gaan maken, dan is er wat meer ruimte om de weg naar boven te gaan vervolgen. Omdat er eigenlijk daarna pas de 28.850 als een echt level zit. Nou, dus dan zou je vanaf die 23.850... Mits hij daar een mooie support gaat maken, zou je daar een leuke long trade kunnen op gaan zetten. Andere kant natuurlijk, als je hem daar op reject, dan gaan we terug. En dan zou het eerste level waar we terug gaan, zijn de support rond de 21.500. Dus de scenario's zouden dan zijn support maken door. En aan de andere zijde zouden we dan krijgen dat die geen support maakt en een rejection krijgt en dan gaat hij hier weer naartoe. Dat zou het andere scenario zijn. Nou, het echte bearish scenario, dus het hele slechte scenario, is dat hij hier al gelijk omlaag duikt. En dat is eigenlijk wat ik niet verwacht. Dat is een beetje het onwaarschijnlijkste scenario op dit moment, als ik het zo zie. Of we moeten hier aan het einde van de dag een doodje candle of iets dergelijks gaan maken wat een signaal geeft dat
ja, dat de pools eigenlijk weer uitgekocht zijn en dat we toch verder naar beneden gaan. Maar dat kunnen we nu nog niet bepalen. De dag duurt nog 18 uur. Dus daar kunnen we nu nog niks over zeggen. Dus dat zijn even de grove scenario's op de daggrafiek. Nou, even inzoomen naar de 4 uur. Daar heb ik nog mijn verwachting van de vorige keer op staan. Nou, die is helaas niet helemaal uitgekomen. Deels, je ziet, ik had hem verwacht toen hij de eerste low gemaakt, dat hij ze 2 low dieper zou gaan maken. Dat hij hier liquiditeit zou gaan vullen. En vervolgens een sterke beweging naar boven zou gaan maken. Je ziet nu dus eigenlijk ook dat die sterke beweging naar boven ook niet zo enorm sterk is. Je ziet wel gewoon het gemiddeld volume, maar als ik een sterke beweging bedoel, dan wil ik volume zien in de orde van grootte die we hier hebben. Alleen dan in de positieve zin, zodat hij echt impulsief naar boven springt. Maar dat doet hij nog steeds niet. Dus het scenario dat we nog een keer teruggaan om hier onder die 17.600 liquiditeit gaan vullen, die sluit ik nog steeds niet uit. Die gaan we pas uitsluiten als we echt een aantal levels naar boven hebben gebroken. En dan wil ik hem eigenlijk toch wel boven die 18.850 zien. Dat is voor mij wel een beetje een kantelpunt op dit moment. Als hij daar doorheen weet te breken, die als een sterke support weet te vinden, dan verwacht ik niet dat we die 17.600 nog gaan doen. Mocht hij daar straks een rejection op gaan doen, ja, dan zie je dat daar heel veel ruimte vrij is, heel weinig volume is. Maar dat hij heel makkelijk naar beneden kan zakken naar de vorige support. En zodoende misschien ook nog wel genoeg impuls heeft om die 17.600 eruit te slaan. Maar op dit moment is dat nog niet wat ik verwacht hoor. Mijn eerste verwachting is nu dat hij die $23.000 gaat testen. En misschien zelfs nog wel gaat proberen te breken. Dus dat we boven die 23.800 uit gaan komen. Maar dat is echt het punt waar je moet gaan kijken of daar een rejection gaat komen. Of dat hij daar support gaat weten te vinden. En dan daarvan kan je dan dus gaan kijken van wat voor trade interessant is om te gaan maken. Nou beste kijkers, dit was het weer voor mijn Bitcoin update. Ik hoop dat jullie ook weer de informatie eruit hebben gehaald die jullie nodig hebben om zelf een beeld te kunnen vormen van Bitcoin. En dan zie ik jullie eigenlijk graag terug in de volgende video. Dus ik wens jullie verder een fijne dag en tot de volgende keer.